studio. Ja, daar staat ze weer. Het is maandagochtend, het is 6:15 in de ochtend. En ja, het wordt weer een dagje kantoor vandaag. We hebben een overleg van 9:15 tot 12:30. Daar komt nog niet mijn trein aan. 9:15 tot 12:30. En daarna nog werken tot 17:30. En dan weer terug met de trein. Ik probeer vandaag zoveel mogelijk momentjes te filmen. Dus dan kan ik er niet bij praten. En mag natuurlijk ook dingetjes niet in beeld brengen. En collega's en zo. Maar toch probeer ik zoveel mogelijk te gaan filmen. Ja, dat lijkt me wel leuk. Dan heb ik in ieder geval iets meer in beeld. Gisteren nog eventjes gauw gedoucht. En ja, dan heb je dit. Dus ik heb wel even wat spul mee voor mijn haren. Deze. Die komen trouwens van Temu. Heb ik in verschillende kleuren. Dus superleuk. Die zijn van hout. Ik ben weer lekker overbelicht. Dus ik ga nog een beetje hier staan. Dus precies voor de lift. Dat is wat beter. Nou, er staan al wel wat treinen hier. Dus blijkbaar is het op maandag dan net wat drukker. Dus ik zie ook wat meer mensen staan. Dus ja, weer vroeger uit vanmorgen. En donderdag moet ik ook nog een keertje naar kantoor. Want dan hebben we weer een ochtendoverleg. En dan is altijd de bedoeling dat je naar kantoor komt. Dus vandaar. En dan volgende week maar één keer. En dan krijg ik ook mijn kerstpakket. Dus dat is superleuk. Dat kan ik ook aan jullie laten zien. Ja, ik wil dus wat meer gaan vloggen. Ik kreeg wel wat leuke opmerkingen erover dat mensen dat leuk vinden. Dus ja, superleuk om te horen natuurlijk. En ook leuk dat ik wat reacties kreeg over dat sommige mensen een ochtendmens zijn. Sommige mensen meer een avondmens. Die gaan ook later naar bed en die staan later op. En ik ga altijd wel vroeg naar bed en ik mag wel vroeg opstaan, behalve in het weekend. Dan hoeft het niet per se, tenzij ik niks te doen heb. Maar in principe ben ik een avondmens. Dus dat. Ja. Nu nog heel even wachten op de trein. En dan ga ik dus zoveel mogelijk proberen te filmen vandaag. Ik doe natuurlijk geen collega's in beeld brengen. Maar ik breng geen collega's in beeld. Maar ja, desnoods gewoon eventjes op de wc. Of weet ik het wat. We gaan gewoon eventjes kijken wat lukt. Ik heb nou net even wel die lichtjes laten zien aan het begin van deze video. Die lampjes die ze daar dus aan de zijkant hebben tegen het hekje aan. Wat ik in de vorige video had gezegd. En ja, voor de rest zal ik vandaag nog wel even laten zien wat ik aan heb. Ik heb een beetje lekker warme handschoentjes aan, dus dat is ook fijn. En nou, in ieder geval gezellig dat je kijkt naar deze video. Hier laat ik jullie dan even de sieraden zien die ik mee heb genomen. Ik neem ze altijd mee in zo'n zakje. Dit is een van de zakjes die ik kreeg geleverd bij een sieraad die ik had besteld op Temu. Hier, nou, even mijn jas uit. Want kan ik ook even laten zien wat ik aan heb voor zover dat mogelijk is. In ieder geval een lekker warm grijs vest. Lekker lang is die. En een zwarte t-shirt eronder. En een leuke broek. Spijkerbroek. Jeans. En nou, dit is nog even mijn vest. En leuke witte schoenen eronder. Vond ik wel leuk zo bij elkaar. En een lekkere hoge broek. Dus dat zit lekker. Nou, hier nog een keertje mijn vest zoals je ziet. En ja... De coupé was niet vol. En daar zie je nog eens een keer de lampjes, de lichtjes tegen dat hek aan, wat ik zojuist ook nog even zei. Hier zie je mijn ketting. En als je goed oplet, zie je dat die gelijk al van kleur verandert. Dat komt omdat ik mijn vinger erachter hou en mijn vinger die is wat warmer dan het sieraad zelf. En dan verandert die dus van kleur. Nou, superleuk. Dus door de dag heen heb ik eigenlijk elke keer een andere kleur ketting om. En ik heb even mijn tablet hieronder gelegd, want ja, dat vind ik gewoon wat hygiënischer.
En er zit eigenlijk altijd van allerlei oorbellen in dat zakje. En elke keer verander ik dat ook weer. Deze doe ik vandaag niet in, maar die had ik vorige keer in. Deze doe ik vandaag wel in. Een leuk ringetje met een sterretje eraan. En deze oorbel doe ik ook in. De trein begon al te rijden, dacht ik. Nou, het is een beetje kerstig. Ja, een beetje kerstige oorbellen. En dus die witte oorbellen die ik in had. Nou, deze oorbel zit er ook nog in. Probeerde ik nog eventjes scherp te stellen. Maar ik hoop dat je kan zien wat ik bedoel. Nou, deze oorbel dus had ik ook in zitten. Voor de rest nog wat knopjes zoals je ziet en nog wat extra achterstukjes. Deze ook heel erg leuk. Ik wilde ook niet scherp stellen. Hij stelde vooral scherp op de sieraden erachter zoals je kan zien. Maar zo heb ik dus eventjes wat oorbelletjes mee. Normaal heb ik ook een spiegeltje bij me. Maar dat had ik deze keer niet bij me. Dus ik heb ze ingedaan met mijn camera van de telefoon. Nou, doe ik het weer eventjes terug in het zakje. Dit worden dus de sieraden. Kijk, nou zie je een beetje groen met blauw. En, nou, hartstikke leuk. En handig dus in zo'n zip klein zakje. Een zipzakje. Nou, hier deed ik dus de ketting om. Zoals jullie kunnen zien. En de trein is al aan het rijden. Zoals je linksboven kan zien. Net uit het raam. En het is nog helemaal donker buiten. Vandaar ook de titel van deze video. Donker uit, donker thuis. Volgens mij heb ik het zo genoemd. Nou, dus nu is die knalblauw. Omdat het lekker warm is. Ook die oorbellen, die doe ik daarin. En die doe ik daarin. Nou, hartstikke leuk. Nou, kijk, hier heb ik de oorbellen in. Was wel even een klusje, want ik kon het gaatje eens niet zo goed vinden, maar het is gelukt. Nou, ik ben aangekomen in Groningen. Net belde een collega al even dat we met een groepje er naartoe gaan lopen. Daar ergens is het overleg. Dus, loop ik even naartoe en dan zie ik jullie straks weer. Nou, daar zit ik weer in de trein. Het is vandaag niet echt gelukt om beelden te maken. Elke keer kwamen natuurlijk, waren natuurlijk heel veel collega's. Dus ik denk, ik voelde zo ongemakkelijk om de camera erbij te pakken. Dus heb ik niet gedaan. Ik maak gewoon een week vlog ervan. Dus meerdere dagen in deze vlog. Dus weet u dat alvast. Het is inmiddels bijna 5:50. Dus de trein vertrekt. Dus dan praat ik jullie morgen weer. Want ik ben laat thuis om. Ga ik ook gauw naar bed en dan morgen weer vroeg beginnen. Nou, daar ben ik weer in de trein. Ik sta hier even in zo'n gangetje. Want ik zou overstappen op Schiphol. Alleen ik zag dat de trein niet zou gaan rijden. Dus was ik nu gauw in deze trein gestapt. Want dan stap ik gewoon in Leiden over, zo naar Rotterdam Centraal. Ook nog optie, iets later. Sorry voor het lawaai. Nou, ik heb verder niet meer gefilmd. Het lukte eigenlijk niet. Dat was het in principe. Ik wilde nog wel filmen, want de vergaderzaal zag er leuk uit. Een grote tafel en een vaasje met een tulpje. Het zag er allemaal super leuk uit. Je kon lekker koffie pakken en je kon thee pakken. En nog een flesje drinken. Ik heb nog sinaasappelsap gehad. Vond ik ook wel lekker. Nou, voor de rest was het heel veel informatie wat we kregen. Dus iedereen zat ook echt zo met een vol hoofd op. Wat veel informatie weer. Maar ja, goed. Dat hebben we dan ook weer gehad. Dus het was op zich wel heel interessant. Dus ja. Ik was net even hier naar de wc geweest. Ik heb zo'n dingetje daarvoor. Ik zal hem jullie niet laten zien. Maar dan hoef ik namelijk niet te gaan zitten.
Want ik hang altijd een beetje boven die bril en dat gaat toch een beetje, ik vind dat toch een beetje heel onhygiënisch in de trein. Dus ik heb zo'n dingetje, had ik besteld bij Temu. En nou ja, een beetje gek praatje, maar goed, dan kan je dus gewoon blijven staan. Nou, super handig. Dus ja, dat is heel handig. Dus ik ben net even gauw naar de wc geweest, dus dan meteen moet ik overstappen. En ik denk, nou ja, blijf ik mooi eventjes hier staan. Dus helaas heb ik niks meer gefilmd verder, nog verder gewerkt. Nou, was super druk. Dus dat, daar is trouwens de eerste klas. En hier ben ik net zo door die deuren heen gegaan. Nee, ik dacht even, er komt iemand aan. Ja, zal ik even overstappen? Ik heb dus besloten, ik heb dus weer niet zo heel veel gefilmd. En vind ik niet zo heel leuk om dan nu al de vlog te gaan plaatsen. Dus ik ga nu gewoon lekker naar huis en nog even wat drinken. En dan ga ik naar bed. En morgen weer om 7:15 de computer aan. Dus het valt er niet meer zo heel veel te filmen. Ik ga gewoon zo meteen lekker naar huis. Ja, met de metro en de bus. Dus dat. Ik hoop trouwens, mijn geluid doet soms een beetje raar. Op een gegeven moment als er bepaalde omgevingsgeluiden zijn. Dat vind ik wel heel irritant. Een trein. Het licht is ook verschrikkelijk hier hoor. Dus nou ja, goed. Ja, verder wel leuk vandaag. Ik weet niet of ik al zie hoe laat het is. Nee, nu niet. Maar ongeveer 8:00 is het nu. Dus, lekker naar huis en dan maak ik er gewoon een dubbele vlog van. Dus of van 2 dagen of van meer dagen. Dus dat zien jullie dan zelf wel. Ik had al net even een stukje gefilmd in de trein nog. Maar toen had ik eigenlijk gezegd van, nou ja, misschien een week vlog. Dus dit wordt of een vlog van 1 dag of... Nee, niet van 1 dag, want dat is dus te weinig. Of van 2 dagen of meer. Maar goed, dat zien jullie dan vanzelf. Nu gaat de trein afremmen. En dan zie ik jullie morgen weer. Tenzij ik nog iets bijzonders zie. En ik zal nog even laten zien wat ik net in de trein nog even heb gegeten. Want ik had nog even wat in mijn tas zitten om te eten. En nou ja, ik heb nu ook verder niet getrekt meer. Misschien dat ik thuis nog een beetje een Griekse yoghurt pak of zo. Dus dat meer. Zo donker is het al, hè. Zo. Je gaat met donker weg en je komt met donker weer thuis. Maar goed, nou donderdag pas. Gisteren hebben we trouwens nog even eten besteld voor Ukki. En was eerst niet op voorraad, maar ik zag dat het toch net verzonnen was en dat het morgen al komt. Dus dan heb ik het laten bezorgen bij Jumbo. Dus dat ga ik morgen dan even ophalen. Dus hebben we dat ook weer. Niet dat het al op was hoor, maar dan niet zoveel voorraad hebben ze dan. En dan vorige keer moest ik een week wachten voordat het verzonden werd. Dus dat was een beetje vervelend, want we hadden echt bijna niet meer. Daarom nu een beetje meer op tijd besteld. Maar gelukkig komt het morgen al. Nou, ik ben alweer 5 minuten aan het kletsen. Ik heb nog even YouTube-filmpjes gekeken in de trein. En ja, zo meteen maar even lekker overstappen. En dan richting Rotterdam Centraal. Met de metro naar Zuidplein. En dan met de bus naar Oud-Beierland. En ik ga alleen nog iets filmen als ik iets bijzonders zie. En ja, misschien kan ik ze zo nog even laten zien. Ik als vandaag gewoon dit aan. Een lange vest. Nou ja, misschien hebben jullie het een beetje gezien, maar daar ben ik niet helemaal zeker of ik dat al heb laten zien. Dus ja, tot morgen en anders zo nog even wat beeldjes.
dinsdag 12 december. En jullie zien mij een klein beetje. Marco is er ook bij. Ja, een klein beetje. Ja. En wij gaan Ukkie voer halen bij Jumbo. Had ik gisteren nog verteld. Dat het vandaag al afgeleverd zou worden. Dus dat gaan we even ophalen. Ja, heb fiets mee. En daar kunnen we het lekker opleggen. Dan hoeven we er niet mee te lopen. Nou, overal gezellige kerstbomen. Dan zie je het niet. Kijk daar, oh, kerstverlichting. En nou, wij hebben de kerstboom ook opstaan. Had ik ook verteld. Ja. Alleen die kerstboom van ons, die laat ik nog zien. Maar dan in een volgende video. Dus dan komt dat nog. Dus, nou, wij gaan lekker wandelen. Werkdag zit er weer op. We hebben lekker gegeten. En het is niet zo koud. Valt mee. Ja, nee, valt mee inderdaad. Het regent niet. Heb je nog wat leuks te vertellen? Nee, een beetje genieten van de buitenlucht, zeg maar. Hoe stom dat ook klinkt. Ja, je bent nog niet buiten geweest vandaag. Nee, helemaal niet. Nee. Jawel, jij hebt gefietst. Ik ben nog niet buiten geweest. Nou, een klein eindje wandelen naar Jumbo. Van mee. Niet klein. Ver. Nee, ik ook. Ongeveer 10 minuutjes bij elkaar. Ja, zo. En dan zijn we bij Jumbo en daar het pakketje laten bezorgen, want anders komt hij overdag. En dan ben ik net aan het werk en dat is niet handig. Dus is dit een leuke oplossing. En als we zo het pakketje hebben, dan kom ik nog even bij jullie terug. Nou, net bij Jumbo geweest. En het pakketje staat er. Yes. Dus, dat hebben we ook weer. En nu gaan we nog niet naar huis. Marco kwam nog op het idee om even te kijken. Hier op het dorp heb je allemaal... verschillende... Wow, what the fuck? Hey, kinder. Zo. Dat mens, dat rijdt ons bijna over. Ja. Sorry hoor. Nou. Sorry dat ik uitviel hoor, maar je denkt het als compleet aan. Ja, die ging gewoon de bocht om. Ja, nou. Sorry hoor, dat is niet de bedoeling. Maakt niet uit. Ik schrok gewoon. Nou jeetje, ja. Dat ik dan een beeld heb. Hè. Ja, maar ik niet. De kop tegen ons aan. Oh, nou, we leven nog. Excuse. Ja, nee, maar ja, goed. Misschien horen ze jou wel. Ja. Maar dat is nou, ik snap het niet. Maar goed, wij gaan dus nog even naar het dorp. Want daar hebben ze leuke verlichte dingen. Ja. En dat hebben we al vaker, dat soort dingen. Hartverzakkend. Ja. Oh. En daar hadden ze dus, bij de haven hebben ze een groot cadeau staan. En die kan dus aan, verlicht. Alleen, wij hebben hem nog niet verlicht aangezien. Dus we gaan even kijken of dat nu wel het geval is. Want dan kunnen we dus mooi eventjes... Dan kan ik het jullie ook even laten zien. Nou, hier zijn ze ook allemaal maar bezig. Oh, dat zie je helemaal niet. Het is veel te donker. Nee. Ik denk, waar schop ik nou tegenaan? Maar dat was een stuk modder. Nou, dus. Vandaag was het weer een beetje druk op mijn werk. Een beetje veel mensen met vragen. Maar ja, dat hoort erbij. Nou gaan we nog even wandelen. Hier gaan we nog even een... Nou, die rijdt ook gewoon door. Het is hier echt een soort van gevaar voor eigen leven. Terwijl we toch, we lopen op een zebrapad. Ja, maar ze kijken gewoon. Ze kijken gewoon niet, nee. Al had ik doorgelopen nu met de fiets, had hij gewoon... Ja, ja. Oh, hier kunnen we niet heen. Hier moeten we heen. Oh, ja. Ja, nou ja, goed. We komen er wel. Ja. Alleen je moet heel erg opletten zelf. Oh. We zijn overal bezig met bouwen en de weg en allemaal modder. En nou mogen we natuurlijk weer niet door, want nou lopen we niet op zebrapad. Nou, ik ga gewoon door. Goed. Nou gaan we hier maar omhoog. Ga ik even aan de binnenkant. Zo. We liepen hier zo
niet op zitten valt. Bijna nee. Die is afgesloten. Ja, die is afgesloten. Maar in principe, als je volgens mij een meter of anderhalve meter naast het zebrapad loopt, of een halve meter, nou, ik weet niet exact meer, maar ergens had ik gelezen dat het dan eigenlijk alsnog geldt. Dus, als je dat weet, laat het maar even achter in de reacties. Ik ben nog steeds geschrokken van die ene. Ah, nog steeds aan het trillen. Ja, ik zie jou helemaal niet. Oh, ik dacht echt, die gaat tegen ons aan. Waar ben jij? Die is er. Oh ja, hallo. Ik dacht echt, die gaat tegen ons aan. Ja, inderdaad. Die ging zo de bocht om. Ik wil trouwens nog uiteindelijk een camera kopen waarmee je kan wandelen en dat het niet zo schokt. Dus met zo'n schokdemper erin. Ik heb al een leuke op het oog, maar ik moet nog een beetje meer reviews lezen. Dus ja. Oh, nou komt er nog eentje, die wordt een beetje boos. Ah, wat is iedereen toch opgenaaid? Ook zo hard rijden hier. Voor gevaar voor eigen leven lopen we hier door Oud-Beierland. Hoe vaak hebben wij hier met de auto? Ja. Dat is ja, maar ja, dat hebben we wel meer, hè? Ik bedoel, kijk, wij maken ook fouten met de auto rijden. Maar... Tuurlijk, ja. Het is nu donker en toch zie je me, maar ik heb een klein lampje hier. Kijk, nou zie je hem nog. En dan ben ik iets meer zichtbaar. Dus dat is wel fijn. Wordt het toch nog een beetje een lang video. Misschien niet zo super interessant, maar nou ja, misschien ook wel. Dan laat ik jullie zo nog even wat leuke kerstverlichting zien. En ik hoop dat het aanstaat. En anders laat ik nog even andere verlichting zien. Als het nog niet aanstaat, dan ligt het nee. Apart. Ja. Nou, kerst. Ja, of hij is nog kapot, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dat is ook heel goed mogelijk. Maar goed, we gaan het gewoon eventjes bekijken. Gaan we hier rechts of gaan we kunnen we wel rechts gaan, want dan kunnen we hem in de verte al zien. En dan laat ik jullie zo even zien of die aan is of uit. Dus kom zo weer bij jullie terug. Nou, hij is aan hoor. We zien hem al vanaf hier. Ja. Kijken of ik het scherm kan draaien. Oh nee, niet terwijl ik film. Nou, ik laat jullie wel even zien. Nou, ik probeer zo voorzichtig mogelijk te lopen. Dat jullie zo min mogelijk hobbels zien. Maar daar staat hij. Het grote cadeau. Vorig jaar was het een rendier. Ja. Dacht ik. En dat was volgens mij ook nog een keer een pingwing, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Gaan we even bekijken. Oh, kijk en al die lampjes. Nou, niet zoveel lampjes hier eigenlijk. Ja, daar wel. Even. Ik even de foto maken. Kijk, ja. Leuk hoor. Leuk dat hij nou aan is. Loop nog even wat verder. Hier kan je er namelijk zo naartoe lopen. Oh. Mooi. Grote strik er bovenop. Kijk, hier ook mooie kerstverlichting. Mooie kransen. Kijk, en dit is de haven van Oud-Beierland. Er is niet zoveel kerstverlichting hier, maar ik denk dat dat nog een beetje komt. Nou, dus dat was het mooie cadeau. En het begint te regenen. Ja. Kijk, hier heb je ook nog mooie kerstverlichting. Oh, pakketje valt bijna. Oké, nou ik hou wel vast. Oké, nou gaan we nog even verder, want hier heb je ook nog hele mooie
kerstverlichting. En dat wil ik jullie natuurlijk ook nog even laten zien. Want hier staat echt het pareltje. Nou, komt-ie hoor. Kijk hoe mooi. Een verlichte vos. Mooi hè? Echt heel mooi. En niet alleen met lampjes, maar er zit ook een soort van stof tussen. Kijk, mooi staart. Oh, heel erg leuk. En hier heb je ook allemaal lampjes. Die heb ik al eens eerder gefilmd. Ik moest elk jaar wel die bomen aan en al. Met al die lampjes erin. Maar deze hebben we nog nooit eerder gezien. Kijk, dit is een soort stofspul wat ertussen zit. Nou, we lopen nog even een klein stukje verder. Want er zijn nog twee verlichte dingen. Althans, bijzondere. Nee. Van de zijkant zie je nog niet wat het is. Maar het komt steeds dichterbij. Sorry voor het wiebelen. Maar ik doe mijn best om een beetje smooth te lopen. Kijk, de sushi die daar zit. Die is weg. Oh, sushi. Kijk, kijk, kijk. Nou komt het hoor. Oh. Dit is toch ook mooi. Kerstboom, ja. Met kerstballen ook. Kijk dan, hoe mooi. Ik dacht dat het een hartje was. Oh. Echt mooi. Met kerstballen ernaast. Daar twee. En daar twee. Kijk. Kijk, dan kan ik er helemaal in gaan staan ook. Kijk, je ziet hem ook in het raam daarachter ook nog. Oh. Op en top kerst. Zo, dat was de mooie kerstboom. En nu gaan we nog naar het laatste verlichte ding. En dat is nog een verrassing. Kijk, oh. Leuk al die lampjes. Ja. En in die boompjes, dat is ook erg. Ja, dat is ook mooi. Ja, leuk. En dat ding is ook helemaal verlicht. Dat gebouw. Oude postkantoor. Ja, ja, ja. Heel vroeger was dit postkantoor. Ja. Het is ook het gemeentehuis. Oh, ik laat even zien. Dat ziet er mooi uit. Kijk. En nu is het de bibliotheek. Ja. Mooi ook. Ja. Nou, hier komen we bij het laatste kerstonderdeel. Ik hoop niet dat het te hard waait. Soms heb ik dat wel eens. Bij het bewerken hoor ik dan net allemaal wind. Maar goed, dat hoort ook een beetje bij de wintertijd. Kijk. Maar die heeft hij toch wel eens eerder gestaan, hè? Ja, ook zo'n grotere nog. Hij is er ook echt extra goed vast. Ik ga even een beetje hiervoor staan, dan kun je mooi zien. Zo. Kijk, dit is een eland. Heeft deze hier al wel eens eerder gestaan? Dit is toch een eland? Nee! Oh, maar het was ook een keer een groot hert of zo, toch? Met een gewei. Ja, ik weet niet. Ja, toch anders. Leuk. Oh, ook heeft hij ook ogen? Oh ja, daarboven een beetje. Mooi hoor. Nou. Doei eland. Gaan we weer naar huis. Ja. In de etalage is ook allemaal mooie kerstboompjes. Aan de achter ook nog allemaal. Ja. Verder weet ik het niet qua kerstbomen. Nee, klopt. Verder staat er ook helemaal niet. Nee, toch? Nee. Niet ergens nog een. Nee. Als we dat nog tegenkomen. Ik ga trouwens nog wel.
als ik weer naar kantoor moet donderdag, als ik het niet vergeet hoor, dan zal ik kijken of ze in de stationshal een grote kerstboom hebben. Want dat hebben ze wel elk jaar. Maar daar heb ik nog niet op gelet eigenlijk. Dus daar ga ik even op letten als ik eraan denk. En nou, zal ik dat natuurlijk ook aan jullie laten zien. Nou, verder niet. De laatste. Oeh. Nou, dat is hier dus ook. Ja. Nou, hier nog de laatste verlichte bomen. Dat is de laatste. Nou, en dan gaan we maar weer lekker naar huis. Kopje thee drinken. TV kijken. Nou, GTS-T kijken. Ik heb vandaag die van gisteren nog teruggekeken. Dus ik ben weer helemaal bij. Ja, van Hurtel aangehouden. Nee, die had zich er mooi uitgepraat. Ja, maar die wil niet meer samenwerken met Jonathan. Nou, dat was het weer voor vandaag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik niet één keer één dag heb, maar toch even een tweede dag er nog aan heb geplakt. Althans, dag. Een moment op de dag. En nou, we wensen jullie verder nog een hele fijne dag. En dan tot de volgende keer. Doei!